Ja, vrienden, zit ik weer. Ja, wat een gedoe allemaal weer. En ik denk van de Graafschap, ja, die zullen wel doorgaan in die play-offs. En iedereen wel in Doetinchem. Iedereen denkt hier, ja, natuurlijk gaan we door. En kijk wat er gebeurt hier. Hier, we staan achter gewoon. We staan achter tegen Roda met 3-2. En er is nog maar 2 of 3 minuten te gaan. En dan gaan we weer. Het is weer een spanning. Want iedereen die gunt natuurlijk toch de Graafschap. Dat ze naar de Eredivisie gaan. Want vorig seizoen, toen waren ze er al zo goed als in. En toen ging de KNVB dwars liggen en noem het allemaal maar op. En toen ging dat niet door. Dus dat was al heel erg sneu. Toen voor de Graafschap. En nu het hele seizoen staan ze al tweede. De hele seizoen staan ze daar al helemaal bovenin. Eigenlijk klaar om te promoveren. En wat hebben we nou gezien? Op die laatste dag van de competitie. Toen ging het dus helemaal mis tegen dat Helmond Sport. En toen trok Go Ahead Eagles, gefeliciteerd nogmaals. Die trokken gewoon aan het langste eind. En toen was de Graafschap alsnog de pineut. Dus wat zien we hier? Wat zien we hier, vrienden? We zien het drama van Doetinchem zich voltrekken. In vol ornaat. Het is werkelijk heel erg triest. Want ik ben altijd begaan geweest. En nog met de superboeren. Maar het is werkelijk te gek voor moorden. Eerst die avond met Go Ahead Eagles. En nu dit. Kijk. Ja, ze moeten echt opschieten, Go Ahead. Die moeten echt heel gauw een goal maken. Om nog door te gaan. Om nog een verlenging eruit te fietsen. Maar ja, wie dan? Is het Zeuntjes? Is het Platje? Is het weet ik veel wie er nog in het veld staan? Ik heb een, ja, kijk, en die ploeg die kan het misschien ook niet meer opbrengen. Die hebben een tik gehad vorige keer tegen dat Go Ahead. Met dat Go Ahead verhaal. En toen ging het niet door. En nu? Die kunnen het gewoon misschien niet meer opbrengen. En die gaan dan nu ineens ook helemaal de bietenbrug op tegen dat Roda. Waarvan iedereen, die stonden achtste of zo in de competitie. Dus iedereen denkt, nou dat gaan ze wel doen. De Graafschap en de superboeren. Oh, vrienden. Het is werkelijk heel, heel erg wat hier gebeurt. En je zal maar supporter zijn van de Graafschap. En ik bedoel, dat slaap je echt heel lang niet van hoor. Van dit hele gebeuren. Nou, het is de laatste seconde. Als het moet gebeuren, dan moet het nu gebeuren. En dan krijgen we misschien nog 1 hoekschop. Nee, we krijgen een doeltrap. En de extra tijd zit erop. Extra tijd is klaar. Hier, kijk maar. Het is afgelopen. En dat, kijk hier, die maakt snoei. Snoei, ja die snoei, die wordt natuurlijk ook niet goed. Ja, en ik ook niet. En alle superboeren met mij worden niet goed. En iedereen, ja, het hart huilt. Ja, ook voor heel Doetinchem. Ja, natuurlijk. Wat verdomme. Nou, laatste bal. Scheidt ze de fluit nog niet af? Dan kom op, dan gooi hem dan voor de pot dan nu. Gooi hem dan nu voor de pot. Hier, daar komt ie. Nou, hup. Lange bal, nou moet het gebeuren. Nou, kom op. Ai, 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 nee, dat ziet er niet goed uit, vrienden. Dit ziet er niet goed uit. Dit gaat niet goed aflopen. Dit wordt een drama en die scheids, die fluit nog steeds niet af. Dus de Graafschap heeft nog steeds een heel klein kansje. Maar vrienden, we zien hier echt het drama van Doetinchem zich voltrekken. Kijk. Gooi hem dan voor de pot, man. Gooi hem dan nu voor de pot. Nou, daar komt hij. Nou, nu dan. Nu. Boom. Oh, redding. Ongelooflijk. Ongelooflijk. In de laatste seconde. Die redding van die keeper. Jongen. Ja, de keeper mee naar voren. Nou, nog. Ja, laat nog even doorspelen. Kijk. Komt hij. Hoekschop. Nu dan. Nee, en afgelopen. Ja. Het drama is compleet, vrienden. Hey, Doetinchem. Ik leef met jullie mee.